We staan hier voor de roséwijnen en Bob, je hebt de winnaar van de roséwijnen heb je voor je. Tenminste, de winnaar, de dames die hebben dit gekozen, tenminste van het proefpanel, als de voorjaarsrosé van 2013. En wat is dat eigenlijk voor rosé? Ja, de dames gaven hun voorkeur duidelijk voor deze mooie Ferriol rosé. En het verrassende van deze rosé is dat het uit de Provence komt. En de Provençaalse rosés die zijn altijd wat lichter gekleurd. Dan heb je echt zo'n mooie, ja, niet het hele paarsige rosé, maar zo'n wat lichte doorschijnende rosékleur. Deze matte fles kun je niet zo heel goed zien. En die combineert super op met een beetje eten. Als je een barbecue seizoen weer gaat openen en je wil er toch wel lekker een glaasje wijn drinken, dan heeft deze mooi die kruidigheid die je gewoon blijft proeven ook bij een barbecue. Kun je rustig een beetje kruiden en knoflook er zo bij gebruiken. De Saint Ferriol, echt een absolute aanrader, een dijk van een wijn. En ja, overtuigend door de dames als beste geselecteerd. Ja, en wat kost deze? Slechts 7,65. En uiteraard ook online te bestellen. Zeker weten.